kende dat nog van vroeger. Hè? Nou, de oorlog. Hè? Een liedje uit het verleden. Het is heerlijk voor mevrouw Bogers, tot groot genoegen van haar dochter. Het is echt fantastisch. Hoe mijn moeder erop reageert, op het moment is ze nog een beetje slaperig. Maar ja, ze geniet er intens van, dat kan ik wel zeggen, want ik ken haar natuurlijk als de beste. De vierkantjes in het kussen kunnen ingedrukt worden. Elk geluid kan erin. Zo zingt dochter Annette zelf ook een liedje en krijgt zo weer contact met haar moeder. Kijk eens, ja, kijk maar eens hoe ze hier lacht nu, hè. En mam, helemaal fantastisch, hè. En het kussen werkt ontspannend. Dat merkt het verpleeghuis ook. Het werkt gewoon als je mensen raakt en mensen hun herinneringen teruggeeft. Het kussen is ontworpen als afstudeerproject. De ontwerper vond er veel voldoening in. En als je ze dan toch net een beetje dat kleine uit ze kan halen, een glimlach of net een opmerking over een nummer dat ze horen, het is heel mooi. Spulletjes van vroeger of van thuis. Het kan veel onrust bij dementerende mensen voorkomen. Vandaar ook deze woonkamer. De hele afdeling is ingericht met heel veel elementen uit Budel en omgeving. En mensen voelen zich daar merkbaar door op hun gemak. Door dit soort maatregelen is de onrust onder de bewoners met 80% afgenomen, zegt het verpleeghuis.